Vincino Dekker, vandaag je basisdebuut hier bij Go Ahead Eagles. Het is niet geworden wat je ervan gedacht had, denk ik. Nee, zeker niet. Zeker niet. Ik denk de eerste helft is zonde dat je zo vroeg achterkomt. En hoe je dan weggeeft de tweede helft is zonde. We komen goed terug. Ik denk dat we aardig wat kansen hebben gecreëerd. Ja, dan hoop je dat die 3-2 valt. Alleen dan valt hij aan de andere kant. En dan dat is zuur. Ja, dat is zeker zuur. En dan Telstar thuis. We zeggen altijd, dan wordt gedacht dat je hier dan even gewoon makkelijk van gaat winnen. Maar als je zo verdedigt, dan wordt het heel lastig natuurlijk. Nou, makkelijk winnen. Ik bedoel, elke tegenstander is moeilijk in deze competitie. Alleen, natuurlijk, we staan veel punten boven. Dus dan wordt er wel verwacht dat we hier winnen. Alleen, het programma is zwaar van ons. Het is niet een excuus. Alleen, het kan er ook mee spelen dat sommige jongens wat vermoeid zijn. En, gewoon zonde dat we het hier laten liggen. Ik zei al, je basisdebuut. Hoe kijk je daarop terug? Ja, individueel. Het is gewoon kloten dat je verliest. Alleen als ik terugkijk in momenten, denk ik dat ik een prima wedstrijd heb gespeeld. Ja, de eerste helft kwam je vanaf links natuurlijk, met een goede linker trap. En dan de tweede helft moest je vanaf rechts. Was dat bewust gekozen? Ja, was bewust gekozen. Ik werd door twee mensen gedekt, de eerste helft. En op een gegeven moment kwam Thomas erin. En, tegen Twente had je gezien de bal de tweede paal. Dus dat wouden we eigenlijk weer gaan doen. En dus vanaf rechts, voor mij maakt het in principe niet uit of ik links of rechts sta. Nee, maar goed, je hebt natuurlijk een hele goede linker trap natuurlijk. En dan die ballen draaien inderdaad gevaarlijk in. Ja, daar werd dan helaas te weinig mee gedaan. Conclusie, je kijkt een beetje op je eigen spel, kijk je goed terug. Jammer voor die nederlaag. En nu op naar Jong AZ, je oude club. Zeker, ja, zeker. Verwacht je basis? Weet ik niet. We hebben veel spelers, we roleren veel door. Dus ik hoop het. Ja, natuurlijk, want het is je oude club, hè? Ja, zeker. Wens ik heel veel succes vrijdagavond. Het mooiste van voetbal is, je hebt altijd weer een herkansing. Ja, klopt. Dank u wel.